Hoi, in deze video ga ik je uitleggen hoe de SOA-test voor de vrouw werkt. Laten we eerst even kijken wat er precies allemaal in de verpakking zit. Als je de verpakking openmaakt, kom je als eerst deze bijsluiter tegen. Die zit vastgemaakt aan de verpakking. Hier ga ik later nog even wat dieper op in. En natuurlijk is het gewoon heel erg belangrijk om eerst de bijsluiter te lezen voordat je het product uiteindelijk gaat gebruiken. Ook zit er deze retourbox in. En dit is de box waar je uiteindelijk je product in gaat doen. En die je gaat versturen naar het lab. Als je de retourbox openmaakt, dan zie je een paar producten liggen. Als eerste zit een safety bag, een buisje en een wattenstaafje. En dit wattenstaafje ga je uiteindelijk gebruiken om jezelf mee te testen. Nu is het de bedoeling om het wattenstaafje uit de verpakking te halen en om te gaan gebruiken. In de bijsluiter staat een stappenplan die je erbij helpt om dit op de juiste manier te doen. Nadat je het hebt gedaan, breek je het wattenstaafje af. Op het wattenstaafje zie je een donker kringetje. Dit is het breekpunt. Daar breek je hem dus af en stop je het in het buisje. Dan doe je het buisje vervolgens in de safety bag. En als laatste plak je de sluitzegel erop. Dat je dus uiteindelijk gewoon een doosje hebt die gewoon goed vast zit en die zo op de post kan. Dit kan gewoon via PostNL. Er hoeft verder ook geen postzegel op, gezien het gewoon een antwoordnummer is. En na 48 uur kan je je uitslag opvragen via testenlijst.me/uitslag. En dit doe je door je code in te voeren. Die zit dus bij de buisluiter. Heel erg belangrijk dat je deze dus ook bewaart nadat je het product hebt opgestuurd. Hopelijk heb je nu wat beter inzicht over deze test en wat er allemaal in de verpakking zit.